Uber Shock Trackhawk! Het is tijd dat we die even gaan gebruiken om deze raid te gaan counteren. Ik mis er wel eentje. Er stonden er twee, maar nu niet meer. Dus ik weet niet precies waar die heen is gegaan, die Shock Trackhawk, maar... Oh, hij is gevallen. Nee, doe nou niet. Doe nou niet! Niks voor nodig, gek! Mijn body ligt. Hoezo ligt mijn body daar? Oké, kom er even hierheen, Uber Shock Trackhawk. Kom! In de tussentijd dat die lekker omlaag valt, kunnen jullie vast even liken, abonneren en al die dingen doen, weet je wel. Nou, daar gaan we. Hi, have a great time. We gaan even mensen die turrets inlokken. We hebben in de vorige aflevering natuurlijk twee fopjes neergezet met turrets. Waar we mensen in gaan lokken met de Uber Shark trekkerken. En als dat lukt, dan pakken we gewoon lekker de loot af en dan vliegen we weer weg. Dat wordt de strategie. En zoals ik nou zie, worden er alleen nog maar een beetje passive dino's zitten gesniped. En daar schiet je natuurlijk niet heel veel mee op, maar goed, we zien het wel. Ja, ik zie ze daar mega hoog in de lucht vliegen, man. Echt. Ja, daar komen ze aan. Ze hebben al lang gezien. Nou, daar gaan we, denk ik. Nee, wat doe jij, joh? Dat ding is helemaal crazy, hè? What the fuck? Nou, dat is een mooie hoor. Hey. Ja, het is een beetje 360 graden defense, alleen zit er alleen maar te snipen, man. Ja, ik merk het. Maar ik ga even moves poelen, dat komt goed. Ja, ik zit zeker gewoon in mijn turrets te poelen. Ja, precies, dat. Dan hangen ze onder zo'n platform, sta ik ernaast te kijken van wat doe je, grappel ik ze. Ik heb zoveel gratis loot, man, joh. Ja, dat wordt even haken hier, man, sowieso. Nooglini! Nooglini! Nee. Ik kan letterlijk alles mindcontrollen wat er staat, man. Dat is echt niet normaal. Deze Uber Shark trekhaken, jongen. Deze zijn niet te stoppen. Alleen die Reaper ben ik wel een beetje bang voor, eerlijk gezegd. Waarom is die beam daar? Ben ik daar dood gegaan of zo? Kijk, daar hebben we die Snow al bijvoorbeeld. Die kunnen we al even lekker gaan pakken. Warp drums hebben we hier. We hebben de generator die hierboven staat. Dat is wel exposed. En er staan ook niet echt per se heel veel turrets of zo, weet je wel. Dit kunnen we echt easy kapot maken. Deze Jenny is ook exposed. Dan laten we gewoon deze even mindcontrollen. Nou, die is al dood. Nee, ook zit een eigen... Ik ga een eigen turret zoeken. Die is ook dood. What the fuck? Nou, we hebben al twee dino's gekillt van hun. En nu zullen ze wel terugkomen, toch? Of niet? Oh, dit kun je zo makkelijk diven, man. Even serieus. Je hebt hier echt weinig staan. Deze zijn van Jones, deze turrets. En deze Jenny is ook van Joost. Dus als ik deze Jenny gewoon even kapot maak... Dan alles wat hier staat... Shadow Master, ja, dan kan ik dat al kapot maken, man. Dit is Luna Master, maar ja, die Luna Master heeft hier geen turret staan. Dus ik denk dat ik er maar gewoon even een Uberbepje op ga vallen. Oh, daar heb je iemand. Daar vliegt iemand. Die moet even omlaag komen. Ik weet niet wie het is. Maar als hij omlaag komt, kan ik een mind control aan mijn turrets inlokken. Dan heb ik easy loot, weet je wel. Maar dan kan ik ook aan de andere kant die dingen van de Swamp Master kan ik ook mind controlen en gewoon zijn eigen turret zoeken met zijn eigen stego. Dat is eigenlijk niet normaal, man. Dat is iets wat ik nog nooit heb gedaan, maar wel gewoon echt knetterziek is. Oké, maar zo te zien is het ook best wel veilig hier, dus ik kan nou gewoon even inval met een stego. Proberen te netten, ja, want daar kan ik niet bij komen, joh. Oké, ik lok hem wel gewoon even naar mijn turrets toe. Zo, dikke freestyle motherfucker hier, joh, die Nooglini. Ah yeah, zo. Free runner, man. Parcours. Ja, ik zie er twee nou, ja. Dat is goed. We zijn allebei gefixeerd op de Nooglini nou. Ja, laat maar zitten. Laat maar in doen. Ik ga even naar de andere kant toe met mijn Nooglini. En misschien kan ik bij de Swampmaster even wat dingen gaan proberen. We gaan even een chaos creëren hier, jongen. Oh, er zit letterlijk een carno achter mij aan. Nee, niet cool. Nou, ik ben een carno. Oké, die is dood. Super kut. Nee, ik kan er niet goed opkomen, man, helaas. Helaas, die moet ik echt van boven moet ik hem droppen. Maar ja, ik denk dat ik eerst even voor de drop ga, de stego drop ga. Dan kan ik die generator van Jones slopen. En dan is het daar basically vrij spel, dus dat is nice. Oké, even Nooglini ophalen. Shark track raken en dan gaan we die move poelen. Pak even een kitje. We hebben gelukkig alles nog liggen van... Hoi-ya! Van de Jones Raid. Oh, ik ben graag. Misschien is het tijd van een krachtvoertje. Hebben jullie je krachtvoer al of nog niet? Jullie weten het, hè? Code Jamesy-YouTube voor 10% korting op jullie krachtvoer. Ik denk dat ik er zomaar even eentje in mijn nek mik. Even kijken. Of zou ik nog één poging? Ik ga nog één Nooglini poging doen nou. Dan wil ik wel even recht in die base vallen. Even kijken hoe dit er van de binnenkant uitziet. Volgens mij zat hij helemaal hier, toch? Ik durf niet met zekerheid te zeggen. Nooglini. Oké, ja, hier is hij. Oké, mooi. Nou, dan zit ik daar ook weer in. We zitten in dat beest. Een paar vaults heb je hier.
Maar geen dino, hè? Oké, bounce door, bounce door. Kom op, Nooglini. You got this, man. Oké, top. Ik ben er doorheen. Maar dan staat hier niks. Maar... sooner or later moet hij hier wel komen, toch? Als hij wil TP'en. Want dit is ook nog helemaal niet zo gek moeilijk. Er staan hier veel valts ook. Ik weet niet wat hier allemaal de bedoeling is, maar... er gebeurt er nog niet per se superveel. Ah, daar heb je hem. Oké, nou moet ik hem even goed... ik kan hem ook niet pakken. Is hij low health of zo? Hoezo kan ik hem niet pakken? Hij is rood. Oh, dit is zo awkward, jongen. We zitten te wachten en te wachten. Dan gaan we. Oh, heeft hij geluk, jongen. Heeft hij geluk, heeft hij geluk. Oh my god, hij was net op tijd weg. Hij was net op tijd weg. Maar hij was ook rood, dus ik weet ook niet waarom die... waarom ik hem niet kan mind controlen, maar goed. Alright, ik ga even die base van Jones pakken daar. Oké, deze Nooglini die staat compleet in de void. Oh mijn god, oké, ja, hier kan ik niks meer mee, die zit vast. Alright. Misschien kan ik nog een parkour move omhoog doen. Nou. Nou, Nooglini! Nou! Non, tuurgek! Oh, je had dat gedacht. Ik dacht, die ben ik vooral het kwijt, deze Nooglini. Shaak, trek, haak, je bent een legend, man, gast. Nee, ik zie er al twee stego's hangen, maar... oh, wacht! Die stego's, die wil ik mind controlen. Want als ik die stego's heb, die kan ik letterlijk zijn eigen bezen rennen, man. Wacht, 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 dat is knetterslim. Dit is knetterslim, wacht maar. Watch and learn. Die uber drie biertjes boeien me niks meer, man. 100 HP stad stego. Bakker, is niks. Is niks, is niks. Die ga ik gewoon mind controlen terugbrengen naar zijn eigen hok, gek. Dan worden zijn turrets gesookt. Kom maar door. I'm not afraid for this shit, man. Oké, dan moet ik alleen even daar zien te komen. Die stonden meer aan de rand hier, toch? Kijk, deze vliegt helemaal, man. Oké, die is gemind-controlled. Mooi. Nou, die ren ik lekker zijn eigen basis in. Ik ga stuk, ouwe. Ik ga stuk. Nou, dan gaat je uber drie biertjes. Hiya. Have a great time. Bye bye. Nou, uber drie biertjes is neer. Misschien gaat hij hem nou trippen. Ja, hij tript hem, hij tript hem. Hij komt omlaag. Nou denkt hij, wat de fuck was er gebeurd? Nou, hij heeft me gezien. Hij heeft een netgun al paraat. Ga! Doe de jump! Oh nee. Ja, ik heb hem! Ik heb hem, ik heb hem. Ja, ja. Oh, very, very nice. Very, very nice. Ja. Oh, fuck, mijn adrenaline level, man. Adrenaline level is niet best, dit. Ik pak zijn loot. Oh, ik kan niet. Oh, joh. Ik ben helemaal hyped the fuck up. Kijk, oh, ik moet echt kracht voor hebben, anders ga ik out. Oh. Oh, ja. Ja, ja, Nooglini. Ja, 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 ja. Where's the body? Ja, Nooglini is neer, man. Fuck. Ja, al die kutwolven hier. Even serieus, gek. Ja, dat is wel unfortunate, maar het is een train natuurlijk. Laat. Bro. Oh mijn god. Ik weet niet wat ik allemaal heb geloot. Maar het is nice. Het is nice. I don't give a shit. Ik vlieg nu meteen terug. We hebben de swamp master loot gepakt. Woe. Full kit, bitches. Let's go. Ja, ja. Oh. Oké, we hebben vlaksetjes, een lekkere sniper, riot, tech rifle, veel element. Ja, dit is gewoon chill. Dit is gewoon mooi meegenomen, absoluut. Ik ga niet liegen. En meteen een kitje om even dat hok van Jones aan te vallen. Een knetterveel sniper ammo ook, chill. Rudy? 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 Ik ga zo een stuk, jongen, dit is heerlijk. Dan ben ik eigenlijk wel down om het ook gewoon nog even bij die andere kant te doen ook. Kut. Oké, ik ga maar even een cleanie move doen. Oké, we doen alles weg zo. Takka. Alles hierin, we hebben niet nodig. Dan moet ik wel weer even mijn exo ding suit inzetten om even snel op en neer te vliegen. Gaan we weer? Dan gaan we weer. Oké, nu even bij de andere kant. Want nadat hij gekild is door wolven, man. Kreeg ik nog iets dikke damage daar of zag ik dat verkeerd? Oh nee, zag ik verkeerd denk ik. Hé, hey, er hangt hier een muggetje boven mijn basis. Ik heb de swamp tribe gekild. Oh ja, ik ook al 5 keer. Die heb ik lekker genoeg linied. Hey. Oh, lekker. Ik ben ook zo stego's terug aan het lokken met mijn nook linies. Kijk, hier heb je ook weer zo'n stego. Die kan ik ook gewoon even erin lokken weer. The fuck, staat hier een random reaper voor mijn neus? Maar oh, dat is wel eng, man, die reaper. Hier zit ook helemaal geen zadel op deze stego, man. Wat schiet er nou mij? Oh, jezus, man. Jezus, holy shit. Oh, daar staat iemand. Oh mijn god, die wil ik zo graag pakken. Want ze hebben alle dino's op agressive staan. Slim. Slim, ik zie niks. Ik zie niks.
Oh, deze Nooglini gaat neer, man. Oké, ik sta hier boven nou. Als het goed is, kan de Reaper hier niet komen. Nee. Maar jongens wel. Oh. Hey Joost, hoor je mij? Hallo Joost. Aarde en Joost. Dit is very ongemakkelijk. Kan ik iets doen of zo? Ik ga gewoon al je replicators aanzetten, Joost. Pak aan, dat kost allemaal element. Aan, uit, aan, uit, aan. Heet het één element weg. Hoppa, en aan, en uit. Ja, en nu, wat ga ik doen? En die aan. Is er nergens een generator of zo? Oh, I'm looking for that generator. Ja, dat is awkward. Deze ben ik sowieso kwijt, man. Deze unit van een Nooglini. Bro, die Jenny is weg, man. Kut, hier is dan ook vals omheen. Kut. Oké, ik wil denk wel buiten de base blijven. Er valt niks om te mindcontrollen hier. Ik wil wel mee terug TP'en trouwens, dat wil ik wel doen. Hallo Joost, hoor je mij? Wat kut. Joost, TP me terug. Ik TP me terug. Please, TP me terug. Ja! Nee, ik ben dood! Oh, wat kut dit! Oh. Oh, dat was heel grappig. Oké, dan ga ik maar even... Nou zijn mijn Nooglinis hier op, man. Dan moet ik terug naar Genesis om nieuwe te halen, maar dat zoek ik niet. Oké, ik pak even een kitje. Oh, ik ga stuk. Ik ga echt stuk, man. Wat goed dit. Godverdomme, man. Ik ga stuk. Ja, toch? Ik had Joost gemindcontrolled met een Nooglin. En toen ja? TP'de hij naar zijn base. Nee! Dus ik zat midden in zijn base, een red base. Terwijl ik Joost aan de mind control was. Nee, en toen? Oh ja, ik kon niks doen. Ja, balen man. Maar het was super droog hoor. Ik zat even rond te rennen en ik zat even zijn tech replicators aan en uit te zetten. Ik dacht, bitch, er kost je steeds één element man. Hoppa. En toen was de mind control afgelopen, zat hij dansjes te doen en zo. Ja, dat was wel grappig. Ja, ik zit de hele tijd mezelf hier voor de Soulmaster te gooien met letterlijk niks. Alleen een grapple hook en een spyglass. En ik gooi dit even van de charge battery turrets neer. Wat heb je van een gek pakje hier trouwens? Ja, ik gloed van de Firemaster. Oh, ik zei toch van hij heeft niet door dat ik hem ga killen. En toen had hij het niet door een kill. Oh, nice. Ziek. Ja, nice. Ik denk dat ik maar gewoon even moves terug ga doen, man. Ja, ik zit een beetje vast. Want ze hebben hier onder die shield gen. Die kijkt gewoon in mijn eentje niet neer als ze daar met z'n tweeën of drieën staan. Nee, maar kom naar rechts. Die kant? Ja. Daar? Oh, oké. Okay. Wat hebben we nodig? Twee stego's, pre-net. Kijk, rifle. Op het plateau, toch? Oh, wacht eens. Nee, flapper de kale rit! Nee! Nee. Niet flappertje! Oké, prepare yourself. Oh, hij leeft nog. Dan gaan we, leuk! Kijk, als we die Jenny down hebben, dan kan ik echt de hele boel opblazen daar. Dan neem ik wel even een grapple mee. En dan ga ik even mijn angle uitkiezen. Want dit wordt de move van de eeuw. Drie biertjes heeft Rudy die ook al. I'm going in. Oké, even kijken. Is er niemand? Er is niemand. En hier beginnen de turrets al. Ik weet dus dat de generator daar gewoon exposed staat. Dus ik kan er hier letterlijk gewoon in rennen, denk ik. Dus ik gooi hier denk ik vast mijn stego uit. Kut, hier zit geen zadel op, denk ik. Ah, die ben ik vergeten. Ah, dan moet ik er terug. Oeh, zo dat geluk. Dat heb heel veel geluk. Ik dacht even, ik heb tech aan boeien. Ik kan niet even boeien omlaag springen, maar ik flink neer, Rick. Oké, als ik hem hier nou even uitgooi... Zeker een snelle zadeltje op. Ga ik erop zitten. En dan rennen we gewoon erin, man. Fuck it. Ik zie die generator al staan. Poppen die bieri. Oh, wacht. Moeten we even pre-netten trouwens. Dat is wel belangrijk dat ik dat doe. Nou moet ik. Pop mijn bieri. Kut, er rent al iemand, man. Daar rent al iemand. We moeten die Jenny hebben. Ja, shit is gepre-net, man. Oké. Okay. Hey, Jones is neer, lol. Kom op. Oh nee, dat is niet best. Kut, die Reaper staat in de weg. Kut, nou ben ik neer.
Kom op! Kom op! Nee! Nee! Ik leef nog. Oh mijn god, ik leef nog. Oh, die Jenny kan niet veel meer hebben, man. Die moet bijna neer zijn, 100%. Even nieuw vlak snel. Kijk, die Reaper komt achter me aan. Fucking hell, man. Die was echt bijna neer. Moet wel, gast. Al die Reapers hier, man. Die random-ass Reapers. Fucking hell, de turret schiet er nog. Fuck. Ik dacht echt, ik heb die Jenny kapot, man. Noobmeister is ook dood door mijn turret. Waar zijn ze allemaal neer aan het gaan door mijn turrets dan? Ah, ze zijn hier gewoon mijn turrets ingevlogen. Lol. Goed. Hier. Chill. Dankjewel. Dankjewel, dankjewel. We zijn erin getrapt ook nog. Wat goed. Thanks for the kit. Longnecky, sniper. Van alles heb ik gekregen. Ja, dat is wel leuk. Super veel elementen ook. Nou, ik heb alleen geen extra biertje meer. Dat is wel jammer. Of heb ik hem wel down? De generator is down. Ja, man. De generator is down. What the fuck? Noemmeester is weer neer. Oh, ik val overal doorheen, man. Dat is ook van gare berg eigenlijk. Dan zet ik even snel die sniper in. Nou, ja, maar het is wel gelukt dus. Die Jen is neer. Hit. 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 Bro. Hit. Mijn aim is on fire, jongen. Holy shit. Snap je hem? Fire, mass, fire. Oké. Okay. Nou hebben ze dikke stress daar, ouwe. Niet te zuinig. Bro, ik wil echt ergens kunnen staan gewoon. Maar ik kan gewoon nergens staan. Ga daar mijn Beb. Mijn Beb is aan het strijden hier, man. Beb strijder, gek. Als ik dit kwijtraak, boeien me eigenlijk helemaal niet zoveel. Ik weet niet wat nou empowered is. Ja, dat is een boel empowered hier, man. Die heavy daar nog niet. Alleen die heavy schiet nog daar. Ik denk dat ik even mijn tech handschoenen ingezet laat. Dan kan ik gewoon even haken toch. Oh, daar vliegt iemand. Red ik daar? Nee, ik doe er geen damage op. Fuck. Oké, nou, maar als ik een honkje met een stego in ga, dan is hij sowieso kapot, toch? Of niet? Oké, dan hebben we hier deze Beb. De Maestro Mundo. Ja, die moet natuurlijk even neer. Ik weet ook niet waar mijn Uber Beb heen gaat. Maar kill die Maestro Mundo maar even. Er zit ook helemaal geen zadel op, volgens mij. Nee, er zit geen zadel op. Oh, dan loopt iemand. Dan loopt iemand. Dan vliegt hij als een gek. Oh, ik ben die kills aan de nakken, jongen. Hoppa, lekker Uber Beb, joh. En hij is neer. Let's go, Beb. Strijder, man. Oh, lijpe hits, man. Ja, dat is een beetje een slappe sniper. Ik moet echt headshotjes poppen voor damage. Ah, mijn sniper is kapot. Shit, ik heb alleen nog die longneck. Ja, wat moet ik hiermee, broer? Wat is die damage van een longneck dan? 84 damage. Ja, daar krijgt er niemand mee killen, gek. Vliegt ook weer de Shadow Master. Ja, laat ze maar komen, hoor. Zijn alle turrets weer aan, trouwens, of niet? Powered. Ja, alles is powered van jou. Hij heeft een nieuwe generator neergezet. Hoppa, weer een lekker hitje, kom op. Ik moet nog één keer raken, man, serieus. Ik denk dat ik er maar gewoon heen ga, fuck it. Hier vliegt hij of niet? Nee, dat is Shadow Master. Waar is die Fire Master dan? Oh, hier staat hij. Oké, okay, die is neer. Ik kan alleen zijn body nog even zien te grappelen. Ja, ik heb hem. Ah, dat was niks, dat was helemaal niks. Huh? Waar is hij heen? Deze man is compleet verdwenen gewoon. Ik was genet. Hoppa, lekker man. Goeie moves hier, gek. Ja, dan ga ik denk maar even terug naar boven. Ik heb op zich lekkere kitjes gepakt hier al. Dan ga ik gewoon even terug. Misschien even een nieuw Uberbebje pakken. Ik weet niet waar die andere generator nou is. Ik kan in ieder geval die teleportplatformen kan ik al op gaan blazen. Oké, mensen, thanks voor het kijken. We gaan door naar de volgende aflevering. Ik denk dat we in de volgende aflevering op zich wel even die fop van hun weg kunnen halen. Want ik zie niet gebeuren dat ze hier nou echt binnen gaan komen, eerlijk gezegd. Het is best wel spicy nog, deze base. Dus ja, yeah, I don't know. Ik zie, er komen niet echt heel veel moves. Alright, thanks voor kijken. Tot de volgende. Bye bye.